Boer zijn en boer blijven. Dat was maandagavond het thema van een door CDA Achterhoek en LTO Noordwest Achterhoek georganiseerde bijeenkomst. Maatschappelijke acceptatie is volgens Rabobank-topman Ruud Hurne hierbij een van de belangrijkste onderwerpen. Ik denk dat het een afweging wordt tussen twee dingen. Enerzijds moet je kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Dan moet flink geïnvesteerd worden en dan kunnen boeren zelf heel veel doen. Anderzijds moet je ook concurrerend blijven in de internationale concurrentie. Dus in de toekomst zullen boeren een evenwicht vinden tussen maatschappelijke acceptatie en draagvlak. En tegelijkertijd te kunnen produceren voor markten in Nederland en daarbuiten. Akkerbouwer Bert Sloetjes uit Halle was een van de organisatoren van de avond. Zolang je geld verdient, dan kun je boer blijven. Maar deze avond was eigenlijk ook onze insteek van de titel Boer zijn, boer blijven met een uitroepteken. Dat we niet onszelf in die slachtofferrol moeten drukken van kunnen wij weer boer blijven. Maar uiteindelijk bepalen wij zelf of wij boer blijven en of wij wat anders gaan doen. Ook voor hem is de maatschappelijke betrokkenheid erg belangrijk. Als we gewoon over milieuvraagstukken hebben, over dierenwelzijnvraagstukken, dan vertellen wij wel de oplossing, maar dat zijn technische oplossingen. En dat komt niet binnen bij de consument, want de consument die voelt alleen maar de emotie van de sector. En dat zijn natuurlijk altijd de negatieve emoties. En die slag die hebben wij verloren. En om daar een antwoord op te geven is ontzettend moeilijk. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat boeren hun trots blijven uitstralen. En ook de industrie en bedrijven eromheen. Zoals wij als Rabobank zullen dat ook doen. Maar boeren zelf ook. Hè. Dat is heel belangrijk om trots op je bedrijf te zijn. We hebben een hele goede sector. Die doet het internationaal heel erg goed. Ja, en rond die fosfaatrechten. Er zullen ook een paar uitkomsten moeten afwachten van die rechtszaken. Om te weten waar we aan toe zijn. En of de rechten daadwerkelijk door het ministerie of door de politiek worden ingevoerd.